zijn op het moment chocoladeradiatoren aan het maken, grote en kleintjes. Dus de heatwave die ze hier aan het promoten zijn, die maken wij helemaal na. Dit is eigenlijk het eerste gekke voorstel dat we gekregen hebben sinds dat we met onze zaak open zijn. Maar wij staan ook voor zo'n dingen open. Wij vinden dat heel tof om te doen ook. Onze zaak heet Bone the Chocolate Experience. Dus de hele beleving rond chocolade, naar geur, naar alles toe. En Yaga houdt zich ook heel veel bezig met experience. En op die manier zijn we een goede match voor Yaga. Chocolade is echt een groot succes hier. We hebben gisteren 80 kilo chocolade uitgedeeld en daarna hebben we dan nog eens 500 kleine chocolaatjes uitgedeeld. Je pense que ça reste quelque chose d'universel, la plupart des gens adorent le chocolat. Moi je suis fan de chocolat personnellement et de voir quelqu'un qui casse violemment du chocolat comme ça, ça c'est très excitant. Achteraan zijn ze live chocolade aan het kappen in de vorm van de heatwave. Dus wel een extra tintje, dus wel een extra cachet aan de stand.